Rapper Boef, oftewel Sofiane Boussadia, heeft zijn geliefde villa in Almere te koop gezet voor een prijskaartje van 2,1 miljoen euro. Volgens bronnen is de rapper niet alleen van plan zijn huidige woning te verlaten, maar overweegt hij ook om Nederland helemaal achter zich te laten en naar het belastingvrije Dubai te verhuizen. Deze beslissing komt mogelijk voort uit het recente schandaal waarin hij betrokken was met een alleen fansmodel, wat lijkt te resulteren in een drang om te ontsnappen aan de Nederlandse media-aandacht. Juice Ganol meldt dat het huis in Almere een speciale betekenis heeft voor Boef. Tijdens zijn moeilijkste periode, terwijl hij een celstraf uitzat, kreeg hij advies van zijn terminaal zieke pleegmoeder om iets van zijn leven te maken. Deze villa symboliseerde het succes dat hij, mede dankzij het advies van zijn pleegmoeder, heeft behaald. Een volger van het juist Kanaal vraagt zich af of Boefs vrouw met hem mee zal gaan naar Dubai. Volgens Juice Ganol zijn de twee gescheiden sinds het schandaal met het alleen-fansmodel. Geruchten suggereren echter dat Boef's gezin ook plannen heeft om naar Dubai te emigreren, vooral vanwege de kinderen. Boef wil kennelijk zijn vaderrol fysiek behouden en acht het moeilijk als zijn kinderen in Nederland blijven. Hoewel zijn ex-vrouw hoopt op een hereniging, lijkt juist en Ganon sceptisch over de mogelijkheid dat Boef niet langer vreemd zal gaan.